hier is het model van de spatscherm. En dan als je dat in het programma gooit, dan vult hij alles in. En als je dan naar de printer stuurt, dan gaat hij alles zo uitprinten zoals het hier staat. Ik ben bezig geweest met zorgen dat de jeugd in de Achterhoek bezig gaat met het bouwen van 3D-printers. En toen dacht ik van nou, als ik nou alle instructeurs daarbij kan benaderen, dan hebben we heel veel mensen die kunnen printen. En als je, hij staat nu op 1.0, ja. Elke zijde afzonderlijk kan vergroten of verkleinen. Probeer dat maar eens. Zolang je niks opmaakt. Je kan gewoon mensenlevens redden met zulke dingen te maken. Dat is op zich wel bijzonder als je dat kan doen. Vind je dat belangrijk? Ja. Dan kan je er één voor één doen. Als inderdaad het vraag en aanbod zo ver uit elkaar gaat lopen dat we nog veel meer onderdelen moeten hebben, dan zal er nog flink wat kilometers materiaal doorheen gejast worden. Dan kan je hem ook op.